En dan nu? Hallo kijkers, zonder kunst is het leven grauw en grijs. Met een rollator lopen is niet leuk, je hebt al moeten inleveren en dan ook nog eens een keer met zo'n lelijk apparaat over straat lopen, dan wordt het al helemaal een crime. Ooit kwam ik in een bejaardenhuis en er stonden allemaal dezelfde lelijke saaie blauwe rollators bij elkaar. De eigenaren markeerden noodgedwongen hun rollator met een sjaaltje of met een lintje, omdat ze anders ruzie kregen van wie de desbetreffende rollator nou was. Dat kan anders en beter. Pas de laatste tijd zit er nog enige verbetering in de uitstraling van de rollator. Hij wordt wel wat eleganter en zo, maar het blijven onpersoonlijke vehikels. Rollators kunnen vrij eenvoudig ietsje vrolijker worden door een paar stukjes plakplastic of wat andere bling-bling. Te koop voor een paar cent bij de Action, het Kruidvat of bij ProArt. Wie iets meer geld uit wilt geven, koop ook nog een paar spuitbussen en gaat vrolijk aan de slag. Binnen een half uur heb je zo je eigen gepersonaliseerde rollator. Moet je eens kijken hoe gezellig die bejaardenhuizen er straks uitzien. Wilt u ook een vrolijke rollator, maar weet u nog niet hoe of wat? Schrijf u dan nu in voor de workshop Rollatorpimpen voor beginners in de Vasim. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden op 06-1749-2824. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Wandelstok, looprek en krukpimpen kan natuurlijk ook.